Er waren 36 coureurs naar Barlo gekomen. Het wereldkampioenschap werd dit jaar voor de vijfde maal verreden. Behalve Hot Rods reden er in Barlo ook diverse andere klassen, want het autospeedway floreert in Limburg. Zo'n 10.000 toeschouwers konden zien hoe deelnemers uit Schotland, Engeland, Ierland, Duitsland en natuurlijk Nederland de strijd met elkaar zouden aanbinden. Er werden twee manches en één finale over 25 ronden verreden. De wereldkampioen 1985 en 1986 is een Nederlander. Toon van Bakel uit Uden. Vorig jaar liep van Bakel een halsblessure op. Vandaar dat hij zijn titel in 1987 niet kon verdedigen. De Engelsman Graham Holmes werd toen wereldkampioen. Nou, de kansen liggen goed. De wagen is perfect en de baan is goed. Dus, en als het weer zo blijft, dan hoop ik dat ik erbij zit. Het ligt aan de concurrenten. Zoals Kuipers en Holmes, de Engelsman. Want dat zijn eigenlijk voor mij de enige concurrenten. Ik weet niet wat de rest van Engelsen kunnen, maar dat zien we dan wel. Van Bakel bestuurt een gele Volkswagen Scirocco met nummer 200. Hoe is zijn hot rod geprepareerd? Het is gewoon een achtklepper zonder injectie. Gewoon benzine ingespoten. En de carrosserie moet standaard zijn bij de hot rod klasse. En wielen en motor is vrij tot 2 liter. We zijn bij de start van de eerste manche. En bij dit soort wedstrijden starten de allersnelsten achteraan. Dat wordt dus een inhaalrace. Bij de hot rods moet je een vierzitter hebben. En dat moet een auto zijn die gewoon in serie gebouwd wordt. Je mag de motor opvoeren, zij het, met een maximum van 2000 cc. Je mag dan geen turbo's of injectie gebruiken. Leiding in de wedstrijd is inmiddels in handen van Eddy Willems uit Nijmegen met nummer 26. En achter in het veld ontbrandt zich de strijd tussen nummer 92, Ronald Sudnik en Dieter Bader, een andere Duitser. Sudnik ligt nu inmiddels tweede achter Arie Dekker en hij dringt aan. Een gat van ongeveer 15 meter scheidt hem van de leider. Ook de andere Duitser, Bader, met de nummer 232, komt dichterbij. Laurens van der Velde in de escort tikt daar eventjes nummer 386 aan. Adrie van Oetelaar. Van Oetelaar probeerde hem er voorbij te zetten, maar dat lukte hem vooralsnog niet. De leider is Arie Dekker, nummer 47. En dan gaat het bijzonder hard. Daar zien we hem tussen het veld inmiddels al aanbeland bij de achterblijvers. Tweede plaats is inmiddels voor de Duitse Sudnik. En derde Jos Kuipers, de Nederlander met nummer 233. Sudnik plaatst een aanval bij diezelfde Arie Dekker die de leider nog steeds had. En hij is er nu voorbij. Maar Dekker zou zich gaan terugvechten. De lengte van de baan in Barlo is 820 meter. Jos Kuiper heeft inmiddels de leiding en een tweede positie is er voor de nummer 47, Arie Dekker. Terugverwezen naar een derde is de Duitser Sudnik, die momenteel niks ziet, want er rijden zoveel mensen voor hem. Arie Dekker, rechts in beeld zien we hem uitvallen en dat is gunstig voor Dieter Bader in de groen-witte wagen. Hij schuift op naar een tweede positie en Sudnik is terugverwezen naar een derde. Winnaar van de eerste manche wordt echter de Nederlander Jos Kuipers. Met zijn handje uit het raam wint hij de eerste manche. Een hele knappe tweede plaats dus voor Dieter Bader. Hier gaat hij nogmaals, nummer 233 en teleurstellend, de favoriet Toon van Bakel. Hij finishte ergens achter in het veld. De start dan van de tweede manche. De wedstrijd is nog jong, maar let op. De gele Scirocco, daar gaat hij, van Bakel. Dan toch nog in beeld, alleen in een zeer ongunstige positie. Hij wordt in de ronde geduwd en zal het hele veld aan zich voorbij moeten laten gaan, alvorens hij aan kan sluiten. Dit is de leider in de wedstrijd, de Duitser Sudnik met de nummer 92. Maar ook hij zou in de problemen komen. De ontsteking van zijn starlet begeeft het en hij valt uit. De Nederlander Jos Kuiper, winnaar van de eerste manche, gaat ook nu weer winnen. Want door het uitvallen van Sudnik krijgt hij de overwinning in de schoot geworpen. Een tweede plaats is er voor de Engelsman Graham Holmes en derde Laurens van der Velde. De Majorettes brachten de stemming er nog even in vlak voor de finale van het wereldkampioenschap Hot Rods. Een nerveus veld achter de pacecar, want bij zo'n finale om het wereldkampioenschap spelen er toch een hoop factoren mee. Maar de Nederlanders zitten er goed bij. De witte auto van Jos Kuiper. De pacecar is weg en ze zijn gestart. Jos Kuiper dus aan de leiding en hij wordt gevolgd door Laurens van der Velde op een tweede positie in de blauw-witte escort. Derde is de Engelsman Graham Holmes. Deze hot rods maken gebruik van 14-inch velgen en daarop zitten profielloze banden, de zogenaamde slicks. Dat is een heel zacht rubber. Als het warm wordt, dan gaat het werken als een soort kauwgom, waardoor je als het ware vastkleeft aan de weg. En daardoor kunnen ze ook met deze hoge snelheden door de bocht heen. Ook hebben deze auto's een sperdifferentieel. De rechter en de linkerwielen blijven allebei aangedreven, zodat ze zoveel mogelijk vermogen op de weg kunnen krijgen. Daar gaat de Nederlandse favoriet, Van Bakel, en hij nestelt zich op een tweede positie. De leider, weer de nummer 3. Daar gaat hij in de witte Toyota Starlet, Jos Kuipers. Kuipers laat zien dat hij toch een klasse apart is in dit hotrod wereldje. En waar is Van Bakel gebleven? Want die lag op een mooie tweede positie achter in beeld. Dat handje uit zijn ramen, dat betekent dat zijn auto stuk gegaan is en hij valt terug. Tweede ligt nu Graham Holmes en derde de witblauwe escort van Laurens van der Velde. Dan het gevecht tussen de nummer 47,
Arie Dekker. En die wordt aan de buitenkant nu voorbijgestreefd door de Duitser Dieter Bader. Bader dus nu vierde. Dekker op een vijfde positie en ineens zesde Piet Stevens. Die is helemaal van achteruit gekomen. Jos Kuipers weer met een hele, hele grote voorsprong. En daar is Van der Velde. De derde auto, de witblauwe Escort. Hij ligt ineens tweede. Holmes is uitgevallen en door naar een derde positie is gegaan Piet Stevens. Dieter Bader ligt nu vierde. En vijfde Arie Dekker. Hij steekt daar zijn handje uit het raam. De laatste ronde gaat in voor Jos Kuipers. Kuipers die dan toch nog Dekker een ronde aan de broek geeft. En hier door de finishlijn komt. Alle manches heeft hij gewonnen. En ook de finale. Hij is dus de wereldkampioen Hot Rods 1988. De tweede plaats is voor Laurens van der Velde. Derde Piet Stevens. Vierde Dieter Bader. En vijfde Arie Dekker. Toon van Bakel heeft dus niet zijn faam waar kunnen maken. Daar wordt zijn wagen weggesleept. Hij heeft een zeer teleurstellend kampioenschap achter de rug. Maar niet deze man, Jos Kuipers. Hij maakt een rondje en de vraag is hij gelukkig? Een beetje gelukkiger als voor de wedstrijd, ja. Ik was zeer gespannen. Na twee maandjes overwinning en je weet dan dat je voorop moet starten. De eerste rij is toch wel een beetje moeilijk. En toen ik eenmaal weg was, werd het gat steeds groter en dan is het vrij makkelijk. Jos Kuipers, de nieuwe wereldkampioen. Voor wie Autospeedway leuk vindt, aanstaande zondag hebben ze in Baarlo weer een wereldkampioenschap. Dan is de beurt aan de stockcars. Met deelnemers uit Nederland, Engeland, Frankrijk en zelfs Nieuw-Zeeland.